Als je een hoek kan tekenen met behulp van je geodriehoek, dan kun je natuurlijk ook meerdere hoeken van één figuur tekenen. Bijvoorbeeld de verschillende hoeken van een driehoek. Als je zelf een driehoek moet tekenen, krijg je vaak het aantal graden van twee hoeken en de lengte van één van de zijdes cadeau. Dus driehoek ABC met zijde AB is 20 centimeter, hoek A is 60 graden en hoek B is 40 graden. Allereerst maak ik dan een schets. Een schets hoeft niet op ware grootte te zijn, maar gaat er vooral om dat je ongeveer ziet hoe de driehoek eruit ziet, of je nagaat of de hoeken scherp of stomp zijn en waar de letters van de driehoek komen te staan. Met behulp van de schets kan ik nu de echte driehoek tekenen. Ik begin met de lijn van 20 centimeter. Als je de lijn in je ruitjeschrift tekent, zou ik deze lijn op een van de roosterlijnen tekenen. Dit is punt A en dit is punt B. Hoek A moet 60 graden worden, dus 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dat is deze kant op. Nu leg ik de nullijn, de nulpunt, op hoek B. Hoek B moet 40 graden worden. 0, 10, 20, 30, 40. Nu kan ik met behulp van mijn geodriehoek twee lijnen tekenen vanuit punt B naar dit streepje. En vanuit punt A naar dit streepje. Het punt waar de twee lijnen raken is het snijpunt en dus ook het derde punt, derde hoekpunt van onze driehoek. Omdat we twee hoeken zelf getekend hebben, moeten we hier de boogjes inzetten en het aantal graden. Nu heb je al je kennis van het gebruiken van een geodriehoek samengevoegd. En kan je niet alleen hoeken meten, maar ook zelf hoeken tekenen en zelfs driehoeken tekenen. Fijn dat je samen met ons je geodriehoek goed hebt leren gebruiken. We hopen dat je meer wiskunde met ons wilt leren. Voor nu, bedankt voor het kijken en natuurlijk tot de volgende keer.